En Zwart Loevestein, vooral bekend dus dankzij Hugo de Groot, die hier gevangen heeft gezeten. Hugo de Groot is volgens velen misschien wel een van de allergrootste juristen die er ooit is geweest. Om maar even een voorbeeld te noemen, het moderne zeerecht is voor een heel groot gedeelte wat gedomineerd door wat Hugo de Groot in zijn tijd heeft opgeschreven. Dus het is een heel belangrijk man geweest voor de rechtspraak in de eeuwen die volgden en nu nog altijd. Toch is hij uiteindelijk wel een keer gevangen gezet. Dat is dus hier in Slot Loevestein gebeurd. Wat was de aanleiding? Nou ja, zoals wel vaker in de tijd dat hij leefde in de 17e eeuw, er was nogal religieuze tumult, om het zo maar even te zeggen. En op enig moment waren er ook groepen protestanten die het niet meer helemaal met elkaar eens waren wat nou de precieze leer was. En Hugo de Groot bevond zich aan de verkeerde kant van de groep protestanten. En werd dus gevangen genomen en hier opgesloten in het Slot Loevestein. Hij mocht daar wel doorgaan met zijn studies, dus hij kreeg met regelmaat kisten met boeken kreeg hij hier aangeleverd. Ja, en dat deed zijn vrouw al vrij snel bedenken dat zo'n kist dat het mogelijk moet zijn om daarmee dan ook te ontsnappen. Er is eerst een hele tijd geoefend. Iedere keer als er een kist was, dan sloot Hugo de Groot zich er iedere avond 2 uur in op om eraan te wennen, zodat hij echt stil kon blijven in die kist. Totdat op een gegeven moment de grote dag daar kwam. Hugo de Groot kroop in de kist. De kist werd het kasteel uitgebracht naar een gezin in Gorkum, waar de boeken iedere keer vandaan kwamen. En eenmaal in Gorkum aangekomen, kroop Hugo de Groot uit de kist, trok kleren aan en hij vertrok richting Parijs. Overigens heeft hij in Parijs nog een tijd gewerkt voor de Franse koning, die hem een tijd heeft betaald. En daarna is hij in dienst gekomen van de Zweedse regering, die terwijl hij nog altijd in Parijs was, hij was gezant namens Zweden in Parijs richting de Franse koning, in de hoop dat de Zweden daarmee de Franse koning op hun hand konden krijgen. Later is hij nog teruggekeerd. Men heeft geprobeerd om ervoor te zorgen dat hij amnestie zou krijgen. Dat moest hij zelf aanvragen. En dat weigerde hij, want in zijn ogen had hij namelijk niks fout gedaan. En dat was de reden dat hij uiteindelijk toch nog weer moest vertrekken. En de rest van zijn leven in ballingschap heeft doorgebracht. Nou is het mooie, de kist waarin Hugo de Groot ontsnapt is, die staat hier in Slot Loevestein. Echter, hij staat ook in Amsterdam. Hij staat ook in Den Haag en er staat er zelfs eentje in New York. Dus er zijn maar liefst 4 kisten waarvan gezegd wordt dat dat de kist is waar Hugo de Groot mee ontsnapt is. Ja, dat is natuurlijk wel een hele aparte. We zullen er denk ik nooit achter komen wat de echte is. Je hoeft dus maar Slot Loevestein, Amsterdam, Den Haag en New York te hebben bezocht. En de kans is heel groot dat je de kist van Hugo de Groot hebt gezien. Hi, is dit filmpje je bevallen? Klik dan op vind ik leuk of deel het met je vrienden. Of wil je me blijven volgen? Klik dan daar op dat grote hoofd, niet dit grote hoofd, maar dat grote hoofd, om je te abonneren op mijn kanaal. Of kies een van deze 2 filmpjes om verder te kijken.